De WHO verklaarde op 14 augustus 2024 MPOX tot een internationale noodsituatie vanwege een toename in de Democratische Republiek Congo. Suriname neemt voorzorgsmaatregelen zoals verhoogde surveillance en bewustwordingscampagnes. Minister Amara Madin adviseerde de bevolking om hygiënemaatregelen te volgen en medische hulp te zoeken bij symptomen. Het ministerie blijft de situatie volgen en informeren. De volksvertegenwoordigers van de Nationale Assemblee gaan van 15 augustus tot 15 september 2024 met reces, na goedkeuring van het nieuwe burgerlijk wetboek 2023. Tijdens het reces zijn er geen geplande vergaderingen, maar het parlement kan indien nodig bijeenkomen. Deze periode wordt ook gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de jaarrede van president Chandrika Prasad Santokhi, die op 1 oktober 2024 in een buitengewone openbare vergadering zal worden gepresenteerd. De 171ste herdenking van de aankomst van de eerste Portugese immigranten in Suriname is op 15 augustus herdacht door de vereniging Madeiran Descendants in Suriname, Madeisu. Voorzitter John dos Ramos benadrukte de historische bijdrage van 124 immigranten uit Madeira die zich vanwege een gele koortsepidemie in Suriname vestigden. Tijdens de ceremonie werd hun invloed op de Surinaamse samenleving geëerd.